Eerste wedstrijd van ons Age of Gamers toernooi 2023. En bij mij zit Sir Follett VE. Hallo. Goedemiddag Goedemiddag iedereen. iedereen. Welkom op Welkom de op de stream. stream. We hebben zojuist de loting gehad, ook op Twitch. De wedstrijden zijn bekend en de eerste wedstrijden worden nu gespeeld. En het zijn twee bekenden van elkaar, ook bekenden in ons toernooi zelf. Het is Arijan en de Weedman. En zij zijn bekender van elkaar omdat zij vorige editie ook tegen elkaar hebben gespeeld. En toen hebben ze in een knockout ook, zijn ze elkaar tegengekomen en toen heeft de Weedman gewonnen. We kijken nu naar de map The Rivers. Het is een. Sorry, wat wou je zeggen? Inderdaad, interessante map. Het water, maar ook wel vissen in het midden. Dus wel interessant om daar toch neer te zetten, eventueel. Maar volgens mij zie ik op de kaart in ieder geval één doorwaadbare plaats in het noorden. Hier kun je er overheen. Ze hebben de gamespeed misschien iets te langzaam gezet. Mag ik eens gaan kijken bij de villagers? Ken je? Nee, het ziet er redelijk oké uit, toch? Ja, volgens mij ook. Ik zag dat net in de chat naar voren komen. Ja, ik zag hem ook in de chat. Maar ze hebben dus één plek waar ze eroverheen kunnen. Ideale plek natuurlijk om een early wall te plaatsen. Als je weet hoe de map eruit ziet. Ja. Nou, met een mapnaam als Rivers kun je wel wat voorstellen hoe het eruit gaat zien. Maar ja, het blijft gegenereerd, hè? Random. Ja, maar de basic setup van zo'n map is wel dat gelijk. Er zullen altijd één of twee doorwaadbare plaatsen zijn. Ik zie dat er in het midden van de rivier ook wat goud ligt. Ook wel interessant zand. En ik weet niet hoeveel main bases hebben qua goud. Hier toch wel flink wat. En hier ook wel wat. Ja, dus. En hier ook nog wel wat. Dus zeg, dit is late game vooral. Ja, dus heb wel je standaard 3 gold voor de mensen die nieuw zijn met het spel. Je hebt doorgaans 3 plaatsen met goud om je town center in het begin. 1 grote, 2 kleine. Net zoals 2 steen. Wel leuk, deze spelers 2 en respectievelijk 2,5 ster, dus ik verwacht een close match. Wordt mooi om naar te kijken, denk ik. Ja, ze zijn qua skill tegen elkaar opgewassen. Oh jee. Oh jee. Oh, dit wordt first blood. First blood. En de. Oh! Oh! Oh, keurig! Oh. Ik denk dat wordt het eerste filmpje gesneuveld in Age of Gamers 2023, maar dat ging net nou, goed. Nou, en spannender wordt het niet, mensen. Dit, natuurlijk wel. Dit was hartstikke goed gedaan. Oh, en de chat het ook mooi. Ja. Dit is nog maar het voorproefje voor de rest van het toernooi, mensen. Het wordt alleen maar spannender van hier. Ja. The public goes wild. En de crowd goes wild. Zo. Wie spelen ze eigenlijk? Wat zijn de Sif-keuzes? Ja, nou, Arishin kiest voor Vikings. En volgens mij was dat vorige keer. Oh, de Weedman die kiest voor altijd Franks, als ik zo de historie bekijk. Die heeft eigenlijk altijd Franks gespeeld. Dus voor de Weedman, het grijs, is Franks de logische keuze. Als we dan kijken naar Arishan, die kiest dus altijd Vikings. Dus het is wel een classic. Wel een classico, dit. Beide hun favoriete Sifs. Ja, het kan zijn dat mijn stem wat raar klinkt. Ik zit hier in met hotel wifi, dus dat wil misschien wat goed in eten gooien. Ook niet geheel onbelangrijk. 9000 kilometer verderop, of? Ja, maar dat is ook hier, ja. Maar ja, dat hoort erbij. Ja. Vikings trouwens met
arguably een van de beste eco-bonussen in het spel. Ze krijgen gratis handcart en gratis wheelbarrow. Het zijn hele sterke eco-bonussen die je town center normaal een aantal, ik geloof een seconde of 30 tot een minuut idle laten zijn in het researchen van die technologie. Dit betekent dat het dus tijd spaart, je extra villagers kan maken die de tegenstander niet kan maken, dat hun wel die researchers moeten doen. Hierdoor in Field en Castle hebben de Viking zorgraafs een grote power spike. Franks daarentegen met een automatische extra HP op hun cavalry. Dus ja, ik weet niet of we early pressure gaan zien van deze twee spelers, maar dat wordt interessant om in de gaten te houden. Je ziet al wel dat ze beide hebben zijn mil gebouwd, natuurlijk bij de bush, en daar waren ook mooie huntables. Die worden hier ook al gepakt. Het is een mooie drop-off point. Dus dat is wel fijn. Ik ga heel even kijken naar mijn instellingen voor Discord. De scout is aangevallen. Zo. We zien al dat vooral Arigine goed heeft lopen scouten. Ik hoor je. Die heeft overgang passage gevonden en eigenlijk al de hele coastline haast bekeken. Dus die zou nu ongeveer wel weten. Dat is de enige plek waar je er overheen kunt. Er worden dat barracks gemaakt. Zo op tijd al de boel voor elkaar hebben. En daar worden ook 3 op goud gezet. Ah. En Arigine is ook nog eens een keer bijna in feudal. Die heeft de tempo er goed op zitten dit keer. Zich, dit is jammer, als je had gescout, dan wist je dat hier, ja, misschien via het water, hè, dat zou nog kunnen. Maar dat kost je hout, want eigenlijk die wall, die doet niks nu. Nee, die wall die doet nog niet zoveel, dus even kijken naar... Want qua villagers is de weed nu natuurlijk een voordeel aan het halen, omdat... Zo. Arishal in feudal zit, ik denk dat er nu weer recht gaat komen, maar ook daar weed ben inmiddels is geen feudal. Er wordt wel hier gebouwd aan de toekomst. 2 archery ranges. 2 archery ranges worden gebouwd. Dat is, denk jij, Brody, archers met een paar spearmen wellicht? Nou, ik zie ook veel op goud, zeg. En er worden wat tags zoals fletching onderzocht. Dus dat wordt hoe dan ook, denk ik wel, dan een archer. Hoeveel heeft hij op hout zitten? Dat gaat ook mooi rap. Ja, dat worden archers. Kijk, daar worden er 4 gecued nu. 2 in elk. Hier wordt al wel dichtgebouwd. Ja, maar wat ziet Arigine momenteel? Heeft hij door dat er nog een gat is rechts bij zijn bomenlijn? Dit weet hij wel. Dan weet je dat dit dicht moet bouwen. Idle Eco en Idle TC vallen nog hartstikke mee. Gaat hartstikke goed. Die gaat nu rap omhoog. Ja. Ja, er staan wat villagers staan. Ik denk de beestjes op te eten. Voor een mandje leeg is. Maar de Weedman heeft nu wel echt flink wat voedsel. Hij gaat door naar Castle. Tenzij, wat kost er nou zoveel voedsel? 5 villagers. Ja, oké. Okay. 5 villagers. Kijk, daar staan de archers. Ik zie Spinner Duraf in de chat. Geen tempering meer voor Vikings. Dus geen fast
a few arps voor Arishan. Nee, alleen is dat... Ja, dat is geloof ik vanaf de 1 april patch. Is dat... live. Dus Vikings hebben daarin inderdaad een nerf gehad. Een FU is inderdaad fully upgraded, dankjewel. Het wordt nou dichtgebouwd. En dit is wel heel, heel mooi, want die komen er dus echt... Ja, die gaan hier misschien een beetje harassen. Ik kan daarachter, kan ik boomen als je zo kijkt. Daar komen de archers. Keurig trouwens, wat early pressure van Arishan. Zeker. En die komt er nou ook achter. Die komt er nou ook achter, ik kom hier niet meer langs. Die gaat moeite hebben om daar damage te vinden, denk ik. Ja, die... En de Weedman kan nu zo door naar de volgende age. Zo ondertussen met één villager minder. Beide kiezen, lijkt het voor niet om op water te gaan. Daar is zo'n dok gemaakt. Ik zie er wat grijs aan de linkerzijde. Ja. Alleen momenteel alleen nog voor de season. Goed gewold dus, nu. Dat is wel een mooie defense, want er wordt nou castle gepopt. En Franks... Of de Weedman zou Franks niet kiezen als er nu iets van Knights worden gebouwd waarschijnlijk. Ja, de resource verdeling van de Weedman is keurig, 13-11 van 5. Daarmee betekent dat hij in Castle zo meteen met twee stables Knights krijgt gaan produceren. Maar dan moet hij, als hij dat direct wil gaan doen, moet hij nu wel gaan denken aan die stables. Eerder naar de Castlelands, Arishan is onderweg qua resources, maar is er nog niet helemaal. Nou, met 3 minuten kan hij dit door. Oh, en deze is sneller. Dan wordt hier een defensive tower neergezet. Op zich. Oké, okay, qua plek. Ja, ja, goede keuze. Ik zou hem misschien, misschien hier een beetje neerzetten. Maar wel een goede keus, op zich. Ja, op zich een goede keus. Het probleem is namelijk dat je kan, normaliter zou je, als je een wol onder avond is, zou je eerder een huis erachter plaatsen of de wol repareren. En met archers is dat geen optie. Niet met alleen de villager. Ik verwacht dat deze villager zichzelf had buitengesloten toen de wol werd gebouwd. Ja. Hey, ik vind het keurig dat de Weedman nuttig laat zijn. Ja. Veel mensen vergeten dat dan. Arishin, Arishan. Oh, die is hier ook doorheen. Maar die heeft ook genoeg resources om naar de volgende age te gaan. En heeft ook 2 feudal age gebouwen. Ja, ja, hij is inmiddels op onderweg naar Castle. Ja, naar Castle. Ja. Oh, netjes hoor, van Arishan. Op zoek naar damage. Loopt keurig om die toren heen. Ziet dat hij niet helemaal tot aan de rand van de map dekt. Zie hem hier gewoon lopen snipen. Oh jee. Oké. Ruin. Ook geen townbell. Wat ook netjes is, hè. Kv. Ja, dat is keurig inderdaad. Voor de mensen die dat niet weten, een nadeel van de townbell is dat al je villagers overal in je hele basis een gebouw gaan zoeken om in te garrison. Terwijl je misschien maar 1 toren of 1 woodline onder druk hebt staan. Dus je ligt in één complete economie plat, in plaats van dat je goed villager aangevallen wordt, even garrison in je towncenter of in de toren. Ruin! Een goede counter van de Weedman. En daar staan ook die Knights in de queue. Dus die archers die hebben geen lang leven meer, denk ik. Daar komt de Knight. Nou. Drie mappen, dood. Zo. En het eerst stil gaan we zien van... Oh.
Netjes. Op een heuveltje. Verdeel de linkerzijde goed. Ja, toch komt het gevaar van het noorden. Ja, dus ik had het eerder misschien daar verwacht. Of tussen die gold en die stone. Hier of zo, misschien. Om dan ook dit veilig te stellen. Maar op zich niet verkeerd, hè? Want nou stel je dit ook weer veilig, deze kant. Hey. Kun je daar uitbreiden met je farms? Ja. Hier wordt al wel. Tweede towncenter voor Arishan. Ja, dat heeft de Weedman. Die had wel voordeel dat hij eerder naar Castle ging. Maar die heeft onder pressure vergeten towncenters te bouwen. Ik verwacht dat beide spelers zometeen nog wel meerdere townsets gaan bouwen en wellicht een kleine boom gaan doen richting Imperial Age. Er worden hier barakken gebouwd, ik denk om snel te kunnen counteren met Pointy Boys. Mochten die eraan komen. Met Pointy Boys bedoel jij natuurlijk Pipe. Ja. Oeh, er wordt hier helemaal in de hoek. Oh, dat vind ik wel slim. Ja, maar ja, het is niet vlakbij een andere resource of zo. Dus ja, bij hout. Nee, maar bij een woodline. We willen altijd de townsender bij een woodline. En hier zal de tegenstander niet zo snel denken om aan te vallen. Dat is waar. Dus dat is namelijk te wollen. Dat is waar. Ja, ik hou wel een beetje van die sneaky townsenders. Dat soort gekkigheid. Arishan die loopt over in het. In de food. Heeft net ook de Imperial te gaan. Heeft deze ook geüpgraded net? Hij mist gewoon wel wat mensen op. Nou ja, op zich heeft hij voldoende mensen op boot, maar. Inmiddels 65 tegen 46 villagers. En hier komt een kleine raid van. Dus kijken of Arishan vlug genoeg is met zijn pikeman om dit te stoppen. Ja? We zetten de ostriches in. Buin. Kijk, nu wel. Hij kan nu mooi met zijn barracks schalen. Dat heeft hij wel mooi gedaan. Nog 4 in de queue. Er komen nog 2 knights aan. Inmiddels trouwens ook van de Weedman. 4 fishing ships. Ja. Geeft hem een lekkere extra eco boost. En throwing axemen. En die zijn weer goed tegen infantry. De counter tegen pikemen. Doorlopen inderdaad. En die denkt, ik ga gewoon naar achteren toe. En dat is slim, want Arishan heeft zijn basis niet gewold. Hier gaat hij wel wat schade vinden, ben ik bang hoor. Plus 1 armor, plus 1 attack voor deze knight. Ja. En dat is een spijt. Die heeft wel ballen, die knight. Zo, jackpot. Maar hij heeft een goede counter. Hij moet ze, ja, of moet het. Zou ze kunnen opdelen in 2 groepen? Hier een groep neerzetten. Oh, hier staat de town center, staat hier mooi trouwens. En, kijk eens wat daar staat: een defensive castle wordt hier neergezet. Op een hele mooie plek. Dat is inderdaad een hele mooie plek. Inderdaad, op de high ground. Goede defensive castle. Er wordt hier ook waarschijnlijk iets gebouwd met villagers. Ja.
De Weedman die is stone aan het kopen, dus ik verwacht dat hij ook een castle. Ja. Een castle. Neerzet. Dat is wel mooi. De castle van Ardijan is inmiddels up. Maar daarmee pakt de Weedman wel een goede map control. Alhoewel, het is half-half, hè? Ja, het is gewoon 50-50 nu. Ja, lekker. Nou. Het kort vragen van mijn kant. Hoor jij een echo in Discord van mij? Nee. Oké. Even kijken hoor. Misschien dat het een instelling bij mij. Even kijken. Dan ga ik even iets uitzoomen. Is er een grote echo van mijn kant. Er ligt voor mijn audio 2 keer ingevoerd in de stream. Ja, ik ga eens eventjes ondertussen kijken. Eerste match, eerste gamers, still working at the Kings. Er komt een kleine forward base van de Weedman. Ik zie hier maar één keer staan. Rijden trouwens 3 town centers, 2 castles, dat gaat echt gelijk. De scoren ligt nog niet ver uit elkaar. Dus ik denk dat wij in de loop van deze match een battle gaan zien. En inderdaad, Sekka style, Arjen onderweg naar hem en David en inmiddels ook. Aan elkaar gewaagd deze spelers, mooi om te zien. Staan wel aardig wat throwing X-Men in de queue. En dat is echt wel een mooie counter op de Pikeman. Aan de andere kant, er worden veel archery ranges hier gemaakt. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zich zometeen gaat uitpakken. Wat gaan ze doen? Ik zag dat Weedman net wat archers maken. Archers kan een goede call zijn tegen de pike. Sterker nog, dat is de counter tegen de pike. Archers of skirmishers. Een berserker. Vooral veel pikemen nu. En ik verwacht dat de Weedman wil zo waarschijnlijk naar Paladin willen gaan. Met fully upgrades. En daarachter throwing X-Men of archers. Ja, dat is voor Franks wel heel mooi. Ja, dat is een sterke unit composition. Het moeilijk is te stoppen. Ook een monk op het leger. Dus er worden wel plannen gemaakt hier. Er worden zeker plannen gemaakt. En een monk. Dus even kijken wat beide heren zien. Gaan we zo meteen een trip zien. En inderdaad, 100 tegen 68 villagers. Ook al heeft hij niet meer fishing ships. 8 rossels. Hij is niet villager aantal. Hij heeft er wel 4 in de queue staan. Kijk, archers. Al heeft de 100 en die denkt dit is goed zo. Trebuchets, kevarches, oh, we gaan het allemaal zien. Ondertussen ben ik een beetje ook aan het kijken wat er dan verkeerd staat in de OBS-instellingen. Ik heb overigens hier een goede stream op Discord. Ik hoor jou goed. Ik heb geen tekenen van lekker internet. Dus. En jij hoort mij maar één keer.
daar is de trap. En daar is de reactie. Dat wel hetzelfde zeggen. Er zitten hier aardig wat units in. Dus die pijlen die doen pijn. Ja, wat ga je nu tegen deze trap doen? Het enige kan momenteel is denk ik je eigen trap. Waar Arishan in het begin druk zet, begin nu de Weedman druk te zetten. Mooi gecounterd hier, de trap blijft leven. Maar deze gaan er nu ook snel aan door de pijlen, hè? Ja, throwing action die zijn gecounterd door Archer's arrows. Dat is jammer. Ook gewoon op dat snijpunt hier ook, hè? Dat ze beide qua range. Hij wordt gerepareerd. Zo. Ja, dat valt niet te stoppen nu. Vooral met die berserks. Kom je nu wel ver. En nog wat arbalesters erachter. Defense, wat er hier nu. Wel inmiddels Elite Throwing X-Men. Defensive Castle. Oh, dat kasteel is ook down gegaan trouwens. Ja, het was slim van de Weeper dat hij van Arizan in zijn 2 heeft gehaald. Ja, wat moet je hier tegen bouwen? Ja, wat doe je tegen die arme composities? Ik zou zeggen Archers of Mangonel? Mangonel in combinatie met... Ja, je moet wel wat hebben dat die Mangonel een beetje achter kan staan, zeg maar, denk ik. Ja. Alle inventory wordt helemaal weggeslagen. Op zich Elite Throwing Axe met een combinatie met een Mangonel. Of pardon. Ik denk dat daar een heel erg mee komt. Je alleen die Archers uit. Dit is ook wel slim. We gaan flanken. Ja. Wat een heeft. Kijk. Daar is Mangonel. Wauw. Dit kunnen ze wel hebben. Die lopen echt geen fight meer rond. Come on.
Oké. Kijk eens naar de upgrades van de Legion. Triple Infantry Armor. Ja, maar die Wrong X-Men doet toch een ranged melee damage? Ja. Die zijn een counter tegen Pikeman en dergelijke. Maar niet tegen die Huskarls. Ja? Nee, het zijn Berserks. Ah, sorry, Berserks. Excuus, Huskarls. Het zijn er wel veel hoor. Inderdaad, in de chat ook genoemd wat armor of cavalry zou inderdaad een hele andere schoon. Want om Berserks neer te mappen. Ja. Wat zeker. Heb je dan nodig? Archers of Kev? Nee, cavalry. Cavalry. En nu is het wel zo dat de Vikings een tech en de research door hun infantry bonus damage krijgt tegen cavalry. Alleen dan nog blijft cavalry wel de counter tegen voor infantry. Maar je ziet Artisan hier wel echt uitgebreid hebben. En dit blijft nog een vrij kleine eco. Ja, 35 geboet, 52 op goed en 11 op goud voor Artisan. Het is over 21, 17 en 15. Weeman heeft gewoon een voedselprobleem op het moment. Weeman! Slim, Arishan die duwt rustig door. Hier staat dan ook nog een groepje voor de verdediging. Ja. Ook wel slim. Ja. Vol op de berserkers. Oh. Wie met inmiddels team Villagers in de queue? En wat Arbalest, denk ik? Of Crossbowman? Ik kan het niet goed zien aan de plaatje. Oh, dat is een goede. Handcannoneers. De anti-infantry unit. En bombard cannons. Ook een hele goede tegen de traps. Traps, ja. Die is heel goed. Een beetje een spelletje gespeeld, een beetje gedanst. Zo. You came to the wrong neighborhood. Meer. Ja. Absoluut. Oh! Run! Duck! Oh, een flank! Effectief, hè? Dat is wel een duidelijk doel. Ik zou best nerveus zijn als die bom bekennen was. Slim dit. Ik had nog wel even die bomber kennen willen pakken. Ja, daar ga je traps. Ik heb gespeeld van de Weeman om dit afhouden. Zelfs wat op je web met vormen om is niet gestil. Netjes. Ja, die castle die wordt soms dan ook gewoon door die bombardkennis kapot gemaakt.
Interessant. Mooi pot dit. Ja. Mooi om te zien hoe de range van beide kastelen elkaar net niet raken. Ja. Het is zo'n fine line bij de deadline. Ja, dat kost je veel steen zo. Kijk, dan wil je mijn team hand cannons in de queue. Ja, en een trap. En nog een bomber cannon. Om de 79, iets meer eco erachter. Chieftains wordt onderzocht. Ja, dat is het fact dat de infanterie van de Vikings meer schade doet tegen Kevin. Ouch. Niet heel sterk tegen Archer Fire. Ga je dit dive? Ik denk dat ik een huisje heb. Oh, de man shot. Oh, ook zijn eigen troepen. We moeten er aan geloven. Ja. Bomberkennis. Zijn eigen manuels uit. Dat wordt volledig geruimd. Ja. Er zitten veel X-Men in, in dat kasteel. Kijk, en deze wordt ook heel vakkundig. Ja. Door deze geheime bombardcannon hier. You don't see me. Hij is ook nog grijs, hè? Double sneaky. Ja. Dit had ik niet verwacht, deze uitkomst. En dat heeft Arjan heel veel troepen gekost. Drie stables. Lekker. Viking geen bombercannon. Uit mijn hoofd, maar dat weet ik niet zeker. Het ziet er ook cool uit zo. Attack! Oh. Maar wel buiten de oranje lijn. Ik heb meer archer armor, meer cavalry armor voor de Wheatman. Kijk. Dat zijn duur hoor. Dit is. Ja, en dit is. Hop. Kijk eens, netjes hoor. Ik heb het nog helemaal niet gezien, omdat het grijs is, maar hier is ook uitgebreid. Ze hebben bevestigd dat geen bomberkennis van Vikings. En daarom heeft. Zie je dat de Wiemen echt een groot voordeel heeft momenteel. Anti-trap. Volgens mij zijn deze ook gewoon goed tegen ramps. Ja hoor. Gewoon überhaupt tegen siege. Blonk. Ja, oef. Hij weet hem op tijd te verplaatsen. En hier. Ja. Een knife for an eye. Gaan we de pallet upgrade nog zien voor... Weepman, hij heeft genoeg.
hout te verkopen. Om daarmee de upgrade te kunnen bekostigen. En ik geloof dat er ook nog een armor upgrade in zit. Ik zie dat ik geen halberdiers voor Arashan. En met een groep Paladins kun je dan best wel ver komen. €17,000 voedsel, hè? Ja, beide hebben veel floats van resources opgenomen momenteel, maar ik denk dat beide spelers een beetje aan de oorlog zijn van hoe gaan we nu verder vanuit deze positie. Geloof me, beide spelers zijn echt... onwijs druk aan het managen. En de Weedman is nog niet popcapped, volgens mij. Nee, 97 van de 135. Tegenover 137 van de 200. Ze kunnen beide nog flink wat... Verdedigen is niet echt. Oh, wat komt hier? Waar komt dat vandaan? Ik denk een gat. Ik denk dat gat ten noorden van die huizen rijdt. Ja. Oh, een Cannon Galilean van de Weedman ondertussen. Dat is interessant. Daarmee kan ik het kasteel uitschakelen. Oh, maar hier moet je niet lopen. Hier moet je niet lopen. Zo. Deden die pikemen zoveel schade? Ja, schijnbaar. Gaat hij raken van die... Van die... gaat hem kunnen raken vanaf daar, denk ik. Oh, dat is slim. Maar oppassen nu. Moet hij wel iets aan de kust afgaan? Iets aan de kust afgaan. Oh, hij is lekker gestoken. Die prikt hem net zo wat gaat. Maar er komt er nog één. Er staat nou wel een flinke club weer, hoor. Excuses voor de echo, inderdaad. Ik heb er naar gekeken, maar ik kan jou niet erbij vinden. Kun je nog eens een keer wat zeggen? Test. Het staat echt maar als één source hier. Great. Een OBS. Ja. Het staat maar als één source. Raar. Twitch. I got him, boss. I got him. Ja, good. Mooi van de Weedman. Echt mooi hoe hier elke keer gedanst wordt, hè? Ja, heel mooi om te zien. Oh, dit is niet een goede. Zijn er middels wel paladins? Ja, het zijn pallies. Oef. Het zijn er veel. Dat kasteel gaat dat niet houden. Kijk, deze is down. Ja. Arjan heeft geen steen meer om dit kasteel ook te houden. Dus dat is ook een kwestie van... kwestie van tijd. Ging weer gelijk op hier, hè? Ja, maar nu begint
Tawib hebben wel even te zweten, denk ik. Ramsey Kamp is nooit een goed rotier. Nee. En die vier traps komen eraan. Dat had ik verwacht. Zo, dat gaat er lekker rap hoor. Ja, dat zijn Obliterated CS fans. Nou, nog één keer. Wordt sneller gerepareerd. Ja! Is tijdig is hier op gereageerd. Netjes. Anders was hij hem kwijt. Hey, Age of Gamers, dit zouden we niet vertellen. Sorry, ik reageer even op de chat. Voor de dingen over mij bekend gemaakt die geheim hadden moeten blijven. Oh. Klopt, villagers hebben een attack bonus tegen Rams. Ene moment zitten ze te schoffelen, ander moment, knuckle dusters, kom maar hem hier. Ze slaan ze dat hele ding nou helemaal lijp. Voor mij is het zelfs zo dat in een nieuwe patch villagers nog een extra buff hier hebben gekregen. Inmiddels hier beneden is trouwens nog een... Of was die TC er al? Inmiddels ja, 48 armor tegen 16 en 99 villagers en ships tegen 74. Momenteel staat Arizona wel beter voor qua map position en army. Hij kan nog heel veel druk zetten met zijn stand. Ik denk dat hij zo meteen het kasteel direct neerhaalt waar het staat. Dus ik ben niet met een beetje... nadenken over wat voor unit groepjes er zijn nodig. Hij heeft momenteel maar 4 voedsel. Ja, dit is voor de Weedman niet meer te doen zo. Of hij moet ergens op de farm maken. 40 op hout. Weer, ook als je wel weer daar balans op te vinden. Dat is vaak lastig als je die doet. Gebruik de resources om doorgaan met spinning. Ja, Mark, ja, gebruik inderdaad om flink voedsel te kopen, hout te kopen, brood te kopen, hout kopen en planten te spammen. Dat is een van de weinige dingen die de Weaver momenteel nog kan redden. Ik weet niet hoe veel stable zijn. Dat is wel een beetje de lijn die ik dacht die moet gebeuren. Daar gaat het Town Center. Traps. Toch nog wat paladins maken door al het hout te verkopen? Ja, dat wordt nu dat gedaan, hè? Nu wordt daar panic paladins gemaakt. 13 EQ. 4 stables. Die gaan wel door die pipe heen, hoor. Maar je moet ze eerst in een dal zien te maken, niet één voor één spelen, want dan gaan ze niet zelf hebben. Je moet een groepje hebben, natuurlijk. Ja. Yes. Oh, zet er weg, sneaken dan. Dat was wel grappig. De eerste pellen doen we hier, hè, joh. Die in de draad. Zie hoe sterk de paladins zijn tegen Mike. Zie hier die villager gewoon die trebuchet repareren. Deze heren hebben wel wat nieuwe trucjes geleerd.
Echt wel? Ja. Beide hebben echt een game geleveld ten opzichte van vorig toernooi. Dat zien we graag. Oeh. Oeh. Move the villagers. Oh, the humanity. Gezien het resource-verschil en ook de eco-verschil, zit het een voordeel van elk zelf. Ik vind het onwijs knap dat de Wii best goed te verdedigd. Ik hoor jou momenteel niet, Brodyrodyrous. Oh, ik zeg ook niks. Ah, vandaar. Voor de verandering. Ik zag namelijk wel jouw icoontje in Discord bewegen. Oh, het hondje. Ja. Welkom, Sir Freddy. Dus dat mogen ze in de chat zeggen. Dan kunnen we het voor een volgende stream oplossen. Sorry, wat zei je? Echo. Oh ja, sorry. Nee, ik kijk of ik hem ook heb. En mocht ik ook een hondje. Nee, er zit een stream delay in. Ik hoor jou goed hier trouwens. Ja, dus dit wordt opgepakt voor OBS als het goed is. Ja, ik hoor jou hier goed. Dus ik vertrek weer. Mooie match dit, zeg. Mooi, heel mooi. Mooie start van het toernooi. Absoluut. Ja, en voor Arishal lijkt het nu een beetje zo van, oké, dat zijn het de cleanup crew. En hij ziet nu dit. Hey. Met de transport ship. Ja, want die ziet hier goud ook, hè? Kijk, en dit is ook wel slim, hoor. En dan kun je gewoon aanvallen hoor, dat is geen probleem. Jij outranged de kazel. Kijk. Cool. Mijn goud eiland. Okay. Toch nog flink wat Elite Throwing Axemen. Twee relics. Hop. Gaan we een town center zien daar? Je past hier net. Boeie. Wat denk je? Net wel, net niet. Tegen de kust aan misschien. Ja, zo hier. En dan komt hier ook een town center. Never give up. Give up. Ja. Café. Oeh, ja. Enemy knocking at the gate. Zo. Ik zou niet even een pipe hebben, maar er zijn 20 van die pijlen in je hoofd. Ja. Ja, maar dit wint de Weedman volgens mij wel. Nou, niet meer. Ja, als die bezoekers erbij komen, die daarvoor wel. Ook deze ruimte wel klopt hoor, die bezoekers. Ja, schijnbaar wel goed. Wat gaat deze doen? Wel netjes gedaan hoor, dit. Toch een mining camp. Misschien komen er nog wat meer. It's not the hero we wanted, it's the hero we need. Dat is op. Oh, nou wordt het ook prijs schieten hier. Nou, inderdaad.
inderdaad, ja. Maar het kasteel gaat wel op. Oh, auw. Ja, die komt ook terug, denk ik. Time to go. Zo, kasteel snel nog even twee mee. Nieuwe trap set. Ja, die nam daar net nog even twee mee, ja. Zo. Wat goud, komt weer wat goud binnen voor de Weedman. Maar wat gaat hij daarmee doen? Heeft hij nog een functie gebouwd? Ah, hieronder heeft hij ook nog, hè? En die zit hier wel. Ja, goud. Maar heeft hij productie gebouwd? Wat kan hij maken als leger? Als antwoord op Arishan. Ja. Maar op dit moment biedt hij nog wel weerstand. Maar het goud van Arishan is soms er ook op. En die heeft ook letterlijk geen goud meer volgens mij op zijn eiland. Denk je dat is waar de Wiemen op speelt? Nou ja, misschien toevallig dan. Even kijken of hij relics heeft. Wel op goud voor Arishan. Wel drie relics. Wel drie relics, dus hij gaat ook wel op. Oh, kijk! Dat is vervelend. Die zijn ook wel heel duur en daar kun je zoveel schade mee doen als je gewoon hier naartoe gaat. Ja. Absoluut. Maar kijk, zo'n resource van Arishan, 11,9k hout, 16,5k voedsel. Hij kan nog zoveel verkopen, dus die is echt, die heeft niet uitgespeeld. Oef, weer eentje. Ja. Wie gaat zo meteen? Oké, de Weedman trekt al zijn villagers terug uit zijn kant. Ja. Signaal is gegeven, we gaan er vandoor. Ja, Bill. Wat is het plan nu? Lullig is die traps, die zijn zo inaccuraat als men kan. 50-50 hitkans geloof ik. Boom. Ik tot een Kelly. Hup. Boom. Hup. En dan per ongeluk raken, hè? Nou, ik zie ze ook aan te denken. Ze gaan hier naar drop-off point. Ze kunnen hun voedsel niet kwijt. Oh, ze lopen weer terug, ja. Oh, lol. Ze lopen hier naartoe om... Ja. Veel Elite Throwing X-Men zitten hierin, hoor. Hey. Hier wordt even een castle gemaakt, hè? Kijk eens wat hier gaat. Op een... Ho, lol. Zal die dat... Er zijn overigens twee broers van elkaar. Dus. Oh, dat zit hier net. Broedelijke liefde doen ze niet aan. Ja, dat gaan ze terug horen bij Pasen. Mijn familie met Pasen. Of met kerstdiner. Ze Deze gaat langzaam, but steady ook weg.
Betekent weer een bron minder aan berserks. Ook het steen zal eindig zijn. En er komen nu traps aan om het laatste stil van op zijn eigen helft van Arishan ook nog uit te schuizelen. Of van de Weaver. Ik geloof niet dat hij doorheen. Arishan zal Weaver op zijn kant aan bouwen. We zijn nog niet klaar. Nou is hij klaar. En nou wordt hier gereageerd zo van, wat? Bouwt er nou een towncenter erop? Ja. Voor de resources. Kijk, en er is nog wel verlopen goud, hè? Ja, dus ja, op zich, het kan daar weer nog even door. Die heeft dat goud. En Arishan, die trickelt alleen maar van die drie relics. En de Weedman heeft er twee. Oh jee. Oh jee. Dat het kamp van de Weedman niet wordt opgeruimd. Ik hoop dat de mannen die trap pakken zo wel. Ja. Even de batterij hier, de accu. En 5 paladins en Q. Die lopen zo je basis in. En een tweede kasteel van de Weepman. Ah, alsof hij gewoon het geld klotst tegen de plinten, hè? Dat zijn die consultants, hè? Nou, ik denk dat je twee kastelen nodig hebt. Dat is. Maar we willen gewoon een Excel sheet. Ja, ja. Wat kost dat dan? Nee, 2 zijn beter. Dan gaan wij dan zo van dat we even over het sheet zien om de basis van Arizona te pakken. Sloth on track of proof of those castles. Ja, dat snap ik wel. Ja, daar zijn die paladins toch echt heel sterk. Ja. Nu mis je de massa. En heeft de Weepman in dit geval hier overal. Oh, hij wordt al gesloopt. Voordat hij af is. Ja, voordat hij af. Het kasteel hier trouwens is down. De relic is ook down. Zitten wel 10 mensen inmiddels op goud? Hoe kan dat? Benedenin, gok ik. Ja. Nog een extra stable. Ja, als jullie daarmee klaar zijn, dan mogen jullie door naar de volgende Phoenixwijk. En die staat ongeveer hier, hoor. Kijk. Arishan is achtergekomen van, oh wacht, ik heb een market. Laat ik eens even 15k voedsel en 15k hout verkopen. Ja. En dan worden zo meteen een idiote hoeveelheid units gecued, verwacht ik. Hij heeft steen gekocht. Ja, voor een kasteel. Ik denk dat er zometeen. Maar dit moet ook weer een trap farm worden, dus eigenlijk. Ik had van de Wimbledon al op een trap verwacht voor die town center, maar. Ja, vanaf hier. Inmiddels is het house 43 tegen 61 villagers. Het kasteel gaat niet op. Het kasteel gaat niet op. Nou, ik vind dat we ze wel volgende keer dezelfde aantal sterren moeten geven als ik dit zo zie. Dit gaat zo gelijk wel. Het is nu 2,5 tegen 2 volgens mij. Ik geloof dat
De foothold van de Weedman echt wel standaard daar. Geen seed, maar hij roeit gewoon langzaam het kamp uit. 36 villagers nog. Mijn castle gaat niet op. Nee, die gaat zeker niet meer op. Dat is een dure castle. Ja, eigenlijk zelf een beetje druk in zijn eigen kamp om aan te doen. Ja. Wat leeg. Hoe doe ik dit nou weer? Hoe kan dit? Denk ik. Ik was toch aan het winnen. Slot of track in chat. A player who thinks he has won is easily defeated. Dat is true word. En jij krijgt een bed. Yeah, everybody gets an X. X. Ja, dat goud in het midden heeft de Weedman redelijk gered, denk ik. Wel teruggetrokken. Hij weet dat daar goud ligt hoor. Als ik dat zo bekijk. Ja, nou heeft hij de massa, hè? Ja, en dan wordt het lastig om voor de Weedman om er wat tegen te doen. Ik denk dat nu de Weedman's nu zullen opgegaan in verhouding. Dat betekent dat Arishan terug kan van aan het kasteel. Oh, hallo. Daar zijn de traps. Nu is de zaak weer de units op te bouwen. Ja, ze staan wel mooi in range van de castle. Ja, de bezorgers gaan ze niet redden. Wel mooi geplaatst in verdediging van het kasteel. Dat is wel vervelend, dan ben je aan het bouwen en dan wordt hij alweer genukt. Nou ja, als hij nou niet oplet, dan is hij ze kwijt. Snel terugtrekken. Ja, en weer terug. Goed gereageerd daar. Nu kan er weer een virus van dansen. Alleen nu op het kamp van. Ja. 62 tegen 27 villagers momenteel. Arishan met, ik denk, een rally point op het verkeerd punt. Want alle paladins proberen er langs te lopen. En die gaan er niet redden tegen zo'n groep armbasts. Mooi verdedigd zo. Oh, die gaat wel. Oké. Ik denk, die komen er niet bij, maar die zijn natuurlijk ranged. En ze hebben plus 1 range waarschijnlijk ook van die castle tech. Ja, dat zou heel kunnen. Ik kan zo niet zien of hij die geresourced heeft of niet. En toen werd het een beetje rustig op de kaart. Beide spelers aan het denken, wat gaan we doen? Arishan zegt, ik ga het gaan proberen met ramps en traps. Ja, die throwing X-Men gaan problemen heeft tegen de armbasts. Dus ik wil zeggen, het zijn goede anti-tab units.
En de prostitutie nog steeds 6 throwing experts in Q. Hij heeft ook 6 spellendens op het veld nog ergens, maar voor de rest vrij weinig military voor de Weeping. 37 Arbalists, straks 30 Pikemen, 24 Berserkers. Wow, maar deze zijn zo weg. Die gaan er niet weg. Town Center is ook weer op het moment. Deze klap aan de eco van de Mission niet verwacht, denk ik. 90 villagers, waarvan 25 idle. Zoals Sekka Style ook in de chat opmerkte. Nauwelijks mensen aan het werk bij Arishan. Dat lijkt er overheid wel. Dat zijn jouw woorden. Die wil naar het volgende level. Ja. Can we go now? Van het volgende level. Kasteel hier, mooie plek. Inmiddels zijn wij in game tijd raakt dan zo'n 2 uur aan. Qua stream zie ik 1 uur 11 of 1 uur 12. Ja, dat klopt. In game tijd loopt het inderdaad bijna 2 keer zo snel. Wees achterlangs. Ja, maar hij ziet nu dat die worden opgeruimd aan die throwing X-Men. Ja. Dus dit is tijd voor de Rams. Is goed gespeeld? Het is heel goed, ja. En er is niks qua defense nu. Nee. Inmiddels wel weer trouwens 26 op voedsel voor de Weeping. Oh. Gaan we gaan redden, man. En weer het feit dat de Weeping 2 kastelen bouwt en hem maar één keer kan laten gaan, heeft hij genoeg tijd om de ander te redden. Au. Dit is nog wel nasty, hoor. Ja, maar we moeten van een groep opbouwen. Ja. Safe is niet voldoende tegen de groep. Ouch. Netjes, maar je had er iets van 8 of zo? 7. Dat zijn er 3 doden. Ja, terwijl je een dik werd aangevallen. Dat is wel netjes. Oh, nog net, hè? En nu komen er ook wat halberdiers bij. Pikeman nog eigenlijk. Volgens mij krijgt Hey, die trip zal neergaan. Ja.
denk de treffers komen daar vandaan. We gaan de volgende alvast aanpakken terwijl hij onderweg is. Of hij gaat raiden. Schade zoeken. Nou, dat is zeker Simulant Rifle Radio. Ja, 37 filters, 36, 35. Oeh. Hij denkt, ik pak van alle filters af. Nee! Oké, ik had er weer mijn best hoog zitten, maar. Killing a turkey? Ostrich, was het? Ja, maar dat zegt. Ostrich, turkey, whatever. Hier kan ons kop niet onder zand steken. Zo, wat een. Pardon, Pikeman in één keer. Daar kom je echt niet doorheen, hè? Nope. Even repareren. Ik heb Zo, dit is wel gelijk op, hè? Ja, en toen? We hebben wel meteen een gigantische match te pakken hier. Ja, ik ben er ook nog, jongens. Er zit een gevecht al voorbij. Het goud hier beneden is op. Dus er zitten alleen nog maar 5 hier op. Het is nog dat is ook zo kort op. 600 is 1400 is er nog over. Nou ja, het kasteel is nu down. Ja, het wordt nu opgeruimd door de Wierman kon het trouwens momenteel wel met de villagerproductie en de betere eco. Hij is nog steeds te produceren, 83. Nou ja, doe je dan. Is niet opgezet in een army. Kijk maar naar de army meter bovenin nu, military unit count. ...117 tegenover 10. Dus de Weedman heeft helemaal geen army meer. Hij heeft wel een transportship. Hier staan er een paar. Er wordt Archer hier eentjes gebouwd. Hij trekt zich weer terug op zijn eigen eiland. Wat een match. Ja, bizar. Ja, inderdaad, dat stond er. Volgens mij heeft gezien. Volgens mij hebben we ook geen hout meer. Hij heeft nog 12 op hout ergens. Oh. Ja, daar heeft hij nog hout gehad. Dan ziet hij ook net even buiten het lumbercamp. Toch nog even terugbijten, hè? De Weedman heeft een goede keuze gemaakt met die Cannon Kelly. Ze heeft echt waarde uitgehaald. Zie je er in de hoek? Is dat de Weedman? Oh, sneaky. Kijk, dit soort dingen, dat kan ik wel waarderen. Massa's gaan maken. Het gaat niet heel rap trouwens, dit. Af 31 skirmishers in de queue staan. Wow. Dit is opgeruimd hier. Goed spot. Ja. No word for you. Oké. Ik denk dat de farm straks wel droog komt te liggen. Het goud is ook echt bijna op.
Oh, dat wordt nu nog even boos zal gaan. Onderzocht. Late than ever. Oh, en daar is de laatste armor upgrade. En geloof het of niet, 39 skirmishers in de queue. Kun jij? PV? Hey! Wat goed, goed. Dit is wel een goede counter. Ja, en één longbow is voldoende om alles wat Ruben op het water heeft te stoppen. Inclusief zijn... Auw. Ja. Kom hier jij. Dan komen nog drie longbows aan. Oh, als je dit niet ziet, hier stonden er veel hoor. Ja, dat is nadat het late game 1 night in de enemies economie kan zoveel schade zijn als je het niet door hebt. Ik denk dat hij hier echt wel, nu al 10 heeft doodgemaakt. Hier stonden er best wel veel. Ja. Dat is ook wel, Sir Roderick the Butcher. Buin. Buin. De slachter van... Ja, je hebt geen water. Je hebt geen goud. Je zit teruggedrongen in een hoekje. En linksboven. Laten we dat nou vergeten. Je hebt inmiddels van 49 skirmishers. What are you gonna do? Van de Phoenix wil ik uitbreiden. Wacht, een gezinsuitbreiding denk ik. Nu zit het voordeel natuurlijk weer zwaar hier, omdat er zitten 3 relics. Ja, maar kijk eens naar de eco van Arishal. 25 villagers, 4 idol. Het inkomen van de Weebs wordt vele malen hoger, dus als het een trash war wordt. Dan kan de Weepman veel beter units blijven sturen. 58? 60? Ja, dat doen die zomaar wat tegen. Die rip. Ja, die zijn rip, maar ik denk ook dat deze ook. Ja, maar die zijn ook weer goed tegen Pikeman, ja. En zijn ze upgraded? Ja. Ik weet niet of... Kun jij? Het is een bracer krijgen, maar in ieder geval twee upgrades. Beide. En nee, ze is chemistry natuurlijk. Oh! Iemand anders heeft ook erachter gekomen dat de Cannon Kelly het heeft. De Wiemen zullen we denken, zo voelt dat. Population tegen 138 van 135 population. 125 military tegen 81. Ja, het is 2:17 in-game tijd. It's still anybody's game. Het is ook gewoon geen enkel... Er waren misschien 1 of 2 momenten dat ik denk, oké, dit is een game, weet je wel. Toen Arjan hier helemaal overheen walste. En toen Davidman hier, zeg maar, dwars door het kamp heen walste, maar... Toch hebben beide spelers weer teruggevochten. Die denkt nu ook. Oh, wat. Nee, gewoon aanvallen. We blijven staan. Dummer goed.
Dit is ook wel weer spannend hoor. Bijna alle soorten uitschakelen. Ik ga nu zo'n best verboten door die. Ja, hij had geen skirmish meer over zo. Ja, maar kijk, hij is aan het throwing expert. Dat nog wel, ja. Ruin. Toen stond de vijand hier voor je deur. Ja. Acht skirmishes over. Free throwing X-Men. What do you do? Vijand is 71. Geen goud meer ook, hè? Kiezen voor Arisan, ondanks de slechtere eco. Heeft hij wel momenteel de map control met water. Met presence van army. Of. Wie moet nu precies die truc uithalen met zo'n Hussars of Lightcap in de basis van de vijand? Wordt er wel een productiegebouw neergezet? Door de Weebam in zijn linkerbovenhoek. Kan hij zien wat het is? Stable. Zou die voor Pellens gaan of zou die voor Lightcap? Hij heeft geen goud meer. Dus hij moet Lightcap worden. Ja. Zeg, kun je daar ook wel met een groepje van 10 of zo? Ook wel wat damage mee doen? Hussars zijn. Ze zijn volledig geüpgraded, hè? Ik weet niet of de frames toegang hebben tot hun SARS, die zijn best wel eng op dit moment. Die kun je spammen, en dan ga je ook gewoon door genoeg pikemen zijn. En het wordt gewoon naar 2 uur en 23, wordt het een water battle, dames en heren. We zien alles in de eerste match. We zien archer rushes. We zien cavalry. We hebben bombard cannons tegen trips gezien. We hebben mangonels gezien tegen army. We hebben water battles gezien. We hebben migrations gezien. Heel deze gamers nicely wrapped into one match. Ja, yeah, basically. Nou, als een van de trainers van Persian Douche Shoot is compleet. The little transport ship that could. There's gold on the hills. Yeah. But it's behind enemy lines, sir. I don't care. Get over there. Quick, before anybody notices. Oh. Arishan. Oh nee, Dawidman heeft geen TC's meer. En ook niet, ook geen steen meer. Who needs these sheets when you've got mills? Kun jij? Hoe ver kan hij schieten? Geen te zo'n sheets van, nee. Misschien is het tijd om te stoppen? Ja! Ik ik begin een beetje honger en dorst te krijgen, weet je wel. Ja. Anderhalf uur. Oh, hij heeft nog wel een TC natuurlijk in de linkerbovenhoek. Somebody bring Brody a dog a beer. Yes, please. Nu heb ik wel een hele leuke. Even kijken of je hem kunt zien. Die is wel heel cool. Maar dat was toch nog wel even 800 goud hier, hè? Nou, inmiddels is het toch 60. Ja! Nou ja, nee, ik denk dat het alsnog wel minder was. Zo lang zitten ze er dan niet. Maar die berserks die slaan er ook dwars doorheen.
Ja, die gaat er wel zo'n zijn. Het kasteel kunnen ze net niet raken vanaf het water. Dat missen we eigenlijk nog wel als vrijwilliger voor volgende editie. Gewoon een geen waterboy, maar een beerboy. Iemand die even een biertje kon brengen bij een lange match. Dat is wel fijn aan een best of three, dan kun je tussendoor eventjes bier halen. Of je even een Groningen in ons lotenbedeel rijden, of Bargerins. Ja. Als de andere streamers ook even een adres opgeven, regelen wij een supply-line te zetten. Hierachter wordt trouwens wel weer sneaky hout gemaakt. Op de lijker van de voorgangers. Ja! Dit is set, this is an ancient burial. Fight their skirmishers with ours. Ik ga toch niet zeggen dat dit een Pikeman versus Pikeman einde gaat krijgen. Plink, 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 plink. Oh, ik ben hier net iets te laat met inzoomen. Hier is ook wat gebeurd. Ik zie hier de skirmishers en de lijken van Arbalesters. Ook gewoon echt aardig in een micro, hè? Telkens de legers voor naar achter. Ja, deze zijn geen 2,5 ster meer, hoor. En Sean heeft gehoord dat hij ziet iets. Dan gaat hij verder naar links kijken. Toch nog twee paladins. En dan wordt nog een derde gemaakt. Zouden die drie paladins, zouden die dit rijtje kunnen opruimen? Ja, ja, gemak. Lightcap? Ook bereid. Paladins, niet Lightcap. Nee, de Lightcap upgrade is van meteen voor de Food Only Cap. Ja, dan krijgen we Clean up aisle 9. Nu denk ik, daar zit hij ook nog. Ja, toch inderdaad. Kun je één kap met al dat bouwen? Run, je fools! Ik ben duidelijk erg gehecht aan die eerste winst van de pool. Dat is een paar keer heen en weer gegaan, hè? Qua wie er nou... wie er nou op de voorsprong staat. Ik denk dat dit momenteel wel opgeruimd worden. Oh, dat is ook een trap trouwens van Arashin, die is bezig met stable. Ik zie hier ook iets gebeuren. Lightcap. Ja, als ik het spelletje zo een beetje inschat, verwacht ik dan dat die towncenter vernietigd is. En die is niet vernietigd van ja, wie me dat zometeen de GG gecold gaat worden. Die wil me geen hout of geen steen meer voor nog te zien. Ik weet niet of hij nog een market heeft. Hij zou er nog een kunnen bouwen. 42 tegenover 18 eco. Traps worden uitgeschakeld. Zijn avondje rechts is afgeslagen. Hij heeft nog een kasteel en een paar villagers. Is het een laatste aanval?
Ja, dit is een laatste aanval. Wat gaat hij aanvallen? Welk doel heeft hij gekozen? Ja, please, ik wil in ieder geval één keer kunnen mikken op jou. Oh, het kasteel. Twee kogels kunnen afvuren. Nou, safety skirmishers, pay for the villagers. What do you do, the wheat man? Zeg, hij heeft wel genoeg voedsel voor een hele army van, Light Cav. Hij wil wat gold hebben. Hij verkoopt steen. Hi. Town center. ik wil gewoon zo'n kleine Xbox fridge hier hebben, weet je wel. Ik heb wel gekeken, ik vind die prijzen nog iets te hoog, maar die zijn wel gewoon te koop. En door. We hebben nog ostriches die kunnen ze killen. Ja, zo'n goede voetinkomsten. Café. Dit wordt hier ook echt weggehaald hier. Maar er is nog één dappere lumberjack die stand houdt in het kamp van Arishan. Ja, dit is inderdaad just one more game. Ja. Zullen we een keer doen dan? 3 hours later. Ja. Nee, het zijn snelle potjes hoor, mama. Nee, dat lukt wel. Nee, 20 minuten, tops. Dan ga ik dan de poetsen. Over een half uurtje eten en gaat lukken. Ja. Oh, Arishan heeft ook in één keer een goudje hoor. Hij gewoon spul verkocht. Zonder de resources. Hol. Wordt nu wel een beetje stil mee, zo. Dat ik denk, oké, Arishan, wat ga je doen? Maar hij bouwt hier... Kun jij even voorbereiden op je grap? Het is wel 1 april, hè? Oh, ja, definitely today. Nee. Nee, ik heb er geen. Je hebt leger. Gebruik het. Battle. 2000 goud. Het lukt hem gewoon weer. De trapkiller. We gaan met hoe noemen we dat, nicknames werken op de site. In het toernooi. De trapkiller. Trapkiller. Ja. 3000. Ultra Turbo. De trapman. Trapster. Oh, alle relics. Zijn alle relics gepakt. Ik heb hier nu rechts onder een beeld. Dat is nieuw van Capture Age. Ja. Arishan heeft alle relics. Dus dames en heren, we hebben een einde aan deze pot. Bololo. Thanks voor deze manier. Ja. Ruin
mensen die betaald hebben om één potje Age of Gamers te kijken op ons Twitch kanaal. Je krijgt wel waar van je geld. Ja. Nee, ik wou net zeggen, het lukt hem ook nog hoor. Echt, de Wii-Man-Mokje, die heb je gewoon niet uit het oog verliezen. Hier heb je dus die formatie... Hier heb je die formatie cirkel voor. Dat je er gewoon als een cirkel omheen kan gaan staan. Trap, Arishal, die denkt, ik vind het om mijn tijd duren. Volgens mij is het kasteel neer. Ja. De basis is open. Nou, nu maar eventjes ook je relics in ieder geval goed verdedigen. Oh, wat komt er? Die lopen snel af, 159 jaar. Okay. Die gaan naar het volgende stuk hout ofzo. Ja, heel sneaky hier achter zo. Maar dat betekent dat Arishan ook bijna geen hout nodig hebben op zijn eiland. Ja, hierboven nog wel. Oh ja, oh ja. Sowieso heeft hij... Oh, een kleine patch. De map is gewoon bijna kaal gechopt. En hier trouwens gaat de Phoenix wijk, helaas. Ja! Ze moeten verduurzamen. Ze moeten... ze moeten van het gas af. Ja, sorry, zullen we hier in de eerste op ijs zijn? Grote ja. Het is wel circulair gebouwd. Je kunt hier gewoon weer wat mee maken als je wil. Wat is dat dan? Wat schiet daar? Och! Hij heeft seriously? Oh, maar daar wordt wel even adequaat op gereageerd. Oh, goeie hit. Oeh. Ik ben blij dat je deze commentate streamt, Survolight. Was dan anders wel een hele lange eenzame zit. Ben je er nog? Don't leave me. Ik hoor je niet meer. Nee, ik hoor jou niet meer. Dus. Ja, ik hoor je weer. Ja. Ah. Hey, ik zei, dankjewel dat je me niet verlaten hebt. Ja. Ja, we zijn nu committed, hè? De eerste match van 2023. Ja. Hij heeft seriously hier dus gewoon nog een bombard cannon gemaakt. Paladin, de Weeman. Hij geeft niet op, hè? Hij blijft vechten. Ja. En dat doet en ook nog effectief best wel. Alhoewel ik niet met zijn posities wil ruilen als ik kijk naar de algemene legerstanden. Nee, en resource inkomsten. Want het voedsel gaat er nu ook aan. Arishan gaat er zo achter komen dat de Wim daar gewoon een klein kan geven. En dan wordt dat townsetter ook opgeruimd. Ga naar de volgende map, snel. Holy cow.
Je zou nou wel denken, seriously dude, please cut it out with the town centers. Ja, zowel in het hoofdkamp van de Weeman als in zijn TC worden nu aangepakt. Ja. En dit is het moment dat je heel goed oplet op de Weeman die ergens op gaat. Ah. Ja. En daar is de victory. 1 uur, 3 kwartier. Holy cow, wat een eerste wedstrijd. Wat een eerste wedstrijd. Shin, well played. GG, beide spelers onwijs mooi gespeeld. Dicht tegen elkaar aan. Close game. Wat een mooie wedstrijd om te zien. We hadden geen betere wedstrijd kunnen wensen deze eerste. Voor het begin van 2023 Age of Gamers. En Arigini had vorige keer verloren van de Weedman. Nou is andersom. Dus dat is op zich ook wel leuk. Echt heel erg aan elkaar gewaagd. Ga eens naar military. 729 kills. 701. Het ligt heel dicht bij elkaar, de kills en losses. Ja. Alsof ze familie zijn. Wel 173 building phases tegen 54. Ja, daar zit wel een enorm verschil in. De aannemers waren tevreden. Genoeg werk. Ja. Werk. Even kijken, de Relic Gold. 11k ten opzichte van 3,8k. Dat is wel een duidelijk verschil, hè? Ja. Castles. Fishing ships max. Fletcher max. Cool. Ja, nou dat was de eerste wedstrijd. Althans, er zijn waarschijnlijk al meerdere wedstrijden gespeeld. Want het was de eerste spotlight wedstrijd van Age of Gamers. Iedereen bedankt voor het kijken. We gaan proberen de echo-issues op te lossen natuurlijk. Kom maar goed. Dat de volgende keer niet meer is. Ja. Komende dagen heel veel potjes. Want we hebben natuurlijk heel wat pools. Volgens mij hebben we A tot en met M. M. Ja, keer 4 spelers. Dus we gaan heel veel potjes... gaan we zien, gaan we spotlighten, maar die komen ook gewoon op de site terecht, ageofgamers.nl. Hopelijk zien we jullie binnenkort weer. En bedankt voor het meeste streamen, Survolight. Ja, dank je, Broder. Bedankt ook voor het opzetten van de stream en het runnen ervan. Yes. Iedereen, cool. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Joe.